ophef in Terheide aan het einde van de ochtend. Bewoners melden dat er in de Piet Heijnstraat was geschoten. De schutter zou zich in een woning aan de Piet Heijnstraat hebben verschanst. De politie ging een woning binnen, maar daar werd niemand aangetroffen. Dus na 10 minuten was ik het zat, want ik moest naar het toilet. Nou, toen mocht ik er onderdoor en dan gauw naar binnen. U mag niet naar buiten voor uw veiligheid. Dus ik had gehoord dat er geschoten was in de Piet Heijnstraat, vlakbij het hotel. Dus ja, en toen ben ik af en toe wel om het hoekje gaan kijken. Maar ik vond er maar niks. Dan zag ik een stuk of 6 van die ME'ers staan met wapenstokken en heddersonden en zo. Een arrestatieteam werd opgeroepen en is de woning binnengegaan. Maar na ruim een uur werd de operatie afgeblazen. De politie doet onderzoek in de woning hier achter mij in de Piet Heijnstraat in Terheide. Volgens getuigen hier in de straat en in het hotel in de straat zijn er 4 tot 6 mannen betrokken geweest bij de ruzie. Daarbij is minstens 1 schot gelost. 4 mannen zijn uiteindelijk vertrokken met een busje of een auto, dat is niet helemaal duidelijk. Maar ze hebben voordat zij vertrokken wel een aantal vuilniszakken vanuit de woning in het busje geladen. 2 achterblijvers zouden de woning zijn ingegaan, maar de woning heeft er uiteindelijk niemand kunnen aanhouden. Over eventuele gewonden is niets bekendgemaakt.